Sensation. What's up people, je kijkt naar Sensation Video's. Mokka en ik hier staan bij Prom Night van Asian V. En het is heel speciaal natuurlijk, want het is de allereerste keer dat er een prom thema wordt gehouden bij een Asian party. Mokka, wat vind jij? Nou, de avond is nog maar net begonnen en ik zie nu al super lekkere mannen in pak lopen. Jam. Nou, laten we maar snel naar binnen gaan dan, want we willen die mannen in pak natuurlijk niet laten wachten. Wacht, nou, let's go! Oké, ik sta hier bij Kaylee en Cindy. Wat zijn jullie aan het doen? We delen postkosten aan Zuid. En wat betekent dit dan? Wit betekent dat je single bent en rood betekent dat je bezet bent. Welke neem jij? Ik moet helaas een witte nemen. What the fuck doe jij hier? Omdat hier heel veel Asians zouden zitten. En ja, toevallig heb ik misschien een zwak voor Asians, wie weet. Ik begin bijna te blozen nog zo, als hij me zo aankijkt. Hey, doei, doei, hi. Dus hi ook op Indo. Wat vind je er tot nu toe van? Nou, het is super druk en er komen bekende Nederlanders. Ik moest net Roberto da Costa interviewen. Oh, dat was een dat je mij wegduwde? Hij is zo... Sorry hoor. Oké, nou, we gaan proberen om meer de leuke mensen aan te spreken. Ik moet wel zeggen dat het ontzettend moeilijk is. Ik weet niet wat het is. Ik dacht dat Aziaten juist van camera's hielden. Maar we gaan ons best doen, hè? Jazeker. Komt goed. Oké. Hey, waar is je pak? Om heel eerlijk te zijn, past mijn pak me niet meer. En ik had geen tijd om een nieuw pak te kopen. Dus daar ben ik... Een beetje die streetstijl gegaan. Juist. Daar val ik toch ook op een positieve manier. Ik ben gewoon mezelf. Gaan we hem weigeren? Eigenlijk wel. Eigenlijk moeten we hem wel weigeren nu. Goed idee, Mokka. Ja. Dus moet je tegenprestatie doen. 27 december, Asian Love. Nee. ik dacht meer aan een dansje of zo als tegenprestatie. Die krijgen straks aan een drankje van me, ja? Een drankje? Maar dat slaat me niet af. Wat wordt het? Wat drink wat jij drinkt? Water. Nee. Oké, maar hey, wat verwacht je van vanavond? Het gaat wel gezellig worden. Ik ben tot nu toe iedere keer naar Asian V gekomen. En het was gezellig, dus ik verwacht niets minder. Dus prom is wel bijzonderder dan normaal. Nooit eerder gedaan. Nee, dat weet ik. Ik weet nu niet wat ik van de vrouwen kan verwachten, maar... Ze zien er zo uit als Mokka. Kan niet. Ze kunnen die allemaal zo uitzien als Mokka. Ja. Oh, dank je. Maar denk je dat het beter wordt dan je eigen feesten? Ik denk dat het misschien even gezellig wordt. Maar kijk, ik denk dat het ietsje gezelliger wordt omdat ik nu zelf ook ga feesten. Want normaal op mijn eigen feest ben ik aan het werk. Heel goed antwoord, heel goed. Dankjewel. Veel plezier.